Beste luisteraars, welkom bij het programma Welgeïnformeerd deel 2. En wij geven weer het woord aan Wesley. Ja, dank u. Dank je, Iwan. Beste luisteraars, goedenavond op deze zondag, zondag 15 augustus 2021, bij het tweede deel van het programma Welgeïnformeerd. Als het goed is, hebben we nu de heer Samson, onze vaste commentator in Paramaribo, aan de lijn. Meneer Samson, kunt u mij horen, kunt u mij verstaan? Ja, goedenavond moet ik zeggen daar bij jullie in Amsterdam en in heel Nederland en wereldwijd natuurlijk. Kan u heel goed verstaan en natuurlijk speciale groeten aan Wensley. Ja, dank u wel. Meneer Botse en alle anderen die daar op de... Owen Venlo. En Owen Venlo ook, ja. Meneer Samson, de gedachte voor vandaag. Nou, de gedachte van vandaag is een heel typische. Ik had er meerdere, want ik krijg heel wat telefoontjes met gedachten. Maar ik kan niet allemaal gebruiken. Het gaat om één, maar deze kreeg ik gisteravond, vlak voor lockdown. En dat was Al-Qa'chan, zijn volgers, dus de Orange Movement volgers. Gras geven om te eten, dan nog zeggen ze dat het pichel is. Dus Al-Qa'chan, zijn volgers gras om te eten, dan nog vinden ze dat het pichel is. En waarom ik dat zeg? Gelet namelijk op het niveau, en het is niet alleen maar volgers hoor, het zijn grote delen van de bevolking die natuurlijk onderontwikkeld zijn. Het is iets van de laatste jaren waar onderwijs een enorm heeft ingeboet, ja, dat dit speelt. En een onderzoeksjournalist hier in Suriname, een bekende onderzoeksjournalist, die heeft het zelf gezegd, soms heeft hij het vermoeden, en dat betreft een andere groep, maar ik heb het doorgetrokken eigenlijk voor grote groepen die de politiek gewoon blindelings volgen. En die man heeft toen gezegd, dit weekend, sommige mensen zijn gewoon randdebielen. Ja, en hopelijk brengen ze hem niet voor de rechter. Want je weet, we hebben een minister van Volksgezondheid. Als je alleen maar het woord COVID in je mond neemt, dan beslief je al voor de rechter. En de man zegt, en ik kan het ook oordelen, maar ik trek het niet op datgene, op die groep waarop hij het had. Maar ik zelf, samen met de man, er wordt vermoed dat het IQ van politici zo laag is dat ze waarschijnlijk niet eens in staat zijn om te lezen en te schrijven, laat staan te begrijpen. Dus dat was uiteengezet de gedachte voor vandaag. Vandaag, zondag 15 augustus van het jaar 2021. Vandaag, dank u wel, vandaag in het verleden. Ja, vandaag in het verleden, dan gaan we heel ver terug in de tijd. Dat is ongeveer de tijd toen eigenlijk Suriname ontdekt werd. U weet het, dat was zo 1650. En de eerste leidinggevende man die het voor het zeggen had, dat was Willoughby, Lord Willoughby. Eigenlijk een stukje een Engelsman. En later namen de Nederlanders het over. Dat is 1650, dat moet 1669 waarschijnlijk zijn geweest, ja. Dat de Nederlanders het hebben overgenomen. Maar ik ga naar het jaar 1691 en dat is heel ver weg, ja. En dan hebben we het over ene meneer Samuel Nassy. Naar hem is waarschijnlijk ook genoemd de naam Nassila, zoals u weet. En die Samuel Nassy, die waarschijnlijk ook een van de eerste notarissen was hier in Suriname. Men noemde ze eigenlijk secretarissen in die tijd. Die stichtte op Jodensavanna een synagoge ter vervanging van de synagoge op de verlaten plantages van Da Costa en Solis in Torarica. Dat gebied werd namelijk genoemd Torarica. En ik heb er aardig wat over gelezen. Ik denk er een speciale aandacht aan te gaan besteden in de naaste toekomst over synagogen. Het is een toeristische oord, maar ja, tegenwoordig zitten we met COVID. Dus toeristen komen minder en het is zoveel mogelijk niet in groepen te verschijnen in het openbaar. Maar dat is namelijk van die meneer Nassy waarvan ik meer zou willen vertellen. Maar gelet op het feit dat er eigenlijk wat het recente nieuws betreft heel veel te vertellen is, hou ik het daarbij. 1798, dan komen we bij Combe. Dat was ook een meneer en is van de grote Combeweg. Kent u wel, kleine Combeweg? Ja. Dat waren koffieplantages, zo'n beetje.
En die meneer Combi door Friederici. Friederici was de gouverneur en in 1749, dacht ik. En die heeft namelijk de erven van Combi verdeeld. En net wat ik zei, voor landbouw, tuinbouw en veeteelt. En het staat ook bekend als een koffieplantage, net als Maratraite, dat achterste gedeelte daarna. En Rainville, om zo'n beetje het idee te hebben. Maar dat is vandaag in het verleden, het jaar 1691 en het jaar 1798, op 15 augustus van de desbetreffende jaren. Ja, dat is echt een heel mooi stukje geschiedenis, meneer Samson. Er zijn vanmorgen protestdemonstraties. Heel leerrijk, hoor. Ja, absoluut, absoluut. Er zijn vanmorgen protestdemonstraties aangekondigd. Moet men een vergunning vragen voor een protestdemonstratie? Want we zitten nog altijd met de COVID-19 restricties. Er is een vergunning voor nodig. Maar tegenwoordig heb je zoiets dat de mensen soms die vergunningsaanvraag aan hun lappenlaarzen. Vooral bij het vorige regime dat ze het niet kregen. Dat ze zeiden van oké, dat gaan we doen aan burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, maar of er hier een vergunning voor is aangevraagd, weet ik niet. Ik kreeg allerlei apps die ik namelijk voorbij gaan. Een Paquito, waarmee jullie een interview vandaag al hebben gehad, die heeft al het nodige over gezegd. Ja. En verder zijn er nog meerdere groepen. Ik dacht de groep 1 op 6. Dat waren de mensen die de regering eigenlijk twee weken de tijd hadden gegeven om orde op zaken te stellen. En waarschijnlijk gaan er nog meer meedoen. Het kan ook best zo zijn dat eigenlijk de regen het feest komt verstoren. Je weet het niet, want mensen lopen gaan niet graag in de regen. Tenzij het natuurlijk heel ernstig is, dat kan ik u wel zeggen, hoor, dan trotseren ze die regen dan wel zonneschijn. En dat zij zo. Een NDP heb ik nog vandaag vernomen, gisteravond laat, maar vandaag, die gaat er ook meedoen. En ik vermoed, hoor, moet ik u zeggen, dat ze in Auxerre al een beetje begonnen zijn met het vullen van die ijskasten met whisky, champagne, een white label, een blue label. Voor de vele liefhebbers natuurlijk, niet te vergeten, de gold label. En men zegt, het zou mooi zijn als de NDP nu eindelijk de laatste desastreus verlopen verkiezingen zou gaan evalueren. En pas de opvolger aanwijst voor de inmiddels hoogbejaarde. En ik denk dat hij ook stiek is, hoor. Want ik zag net een beelden deze week dat hij naar een bonumang is geweest. Ik ben atheïst, dus ik geloof niet in die dingen. Maar waarschijnlijk is hij zijn dingen daar gaan zoeken, zijn versterking. Want let wel, hij heeft vreselijk te voortduren gehad de laatste tijd. Zijn zoon is opgesloten in Amerika. Twee, hij heeft de verkiezingen verloren. En drie, zijn kleinzoon is op een ministerieuze wijze aan zijn einde gekomen. Dus die man heeft wat te voortduren. Dan zit hij nog met een rechtszaak. Maandag de 30ste moet hij namelijk voorgaan. Dus de man is eigenlijk, kan je zeggen, hij is ziek, denk ik, zowel lichamelijk, zoals ik het heb gezien op de beelden, als geestelijk. Hij is uitgeblust. Maar ik voor dat laatste kan je zeggen, misschien dat hij orde op zaken gaat stellen, wat die partij van hem met rovers en boeven die daar zitten. En dan heb ik het echt te beginnen met mannen als Abrahams, mannen als Barmisser, mannen als Bova, noem maar op. Er zijn twee goeie. De ene is goed de fout ingegaan, hoor. En het zijn liefst twee intellectuelen. Dat is meneer Zhang, die je niks eigenlijk hebt om op te wijzen. Een hele intelligente guy, Delft. En ook die andere van Delft, hoor. Dat is Adin. Dat zijn de twee mensen die intellectueel overkomen, maar er loopt nog heel wat tuig van de richel, adderige broed in die partij rond, waarvan ik zeg, meneer, met die partij valt er op dit moment geen zaken te doen. Maar uiteindelijk zal er toch een opvolger moeten komen, als je het mij vraagt. Dus hoe eerder ze elkaar de tent uitvechten, dat gebeurt op dit moment, kan ik u zeggen. En natuurlijk, hoe beter dat is. En dan kunnen ze onder aanvoering
van die desbetreffende leider. Misschien wordt het een... Ik denk dat het waarschijnlijk Adin gaat worden. Omdat hij in vergelijking met Tantoki heeft waarschijnlijk zijn fouten gemaakt met dingen te laten verdwijnen. En ik heb, ik heb de mensen zeer ernstig kwalijk genomen dat ze voor dit little ding de man 10 dagen hebben laten zitten. Ja, ik ben zelf jurist, dus ik kan het beoordelen. Voor vernieling van dingen 10 dagen laten opsluiten terwijl er ergere dingen zijn gebeurd met anderen waar ze geen poot naar kunnen uitsteken. Ik denk bijvoorbeeld aan Hoefdraad en anderen die nog vrij rondlopen. Ik denk verder aan, hoe noemen ze het, in elk geval dat ze de man hebben laten opsluiten is door de gemeenschap zeer kwalijk genomen. Maar ik denk dat die waarschijnlijk naar voren geschoven gaat worden om het op te nemen bij een volgende verkiezing. Het kan heel gauw gebeuren, het kan pas in 2025 gebeuren, weet het niet. Tegenover een zeer domme president die we hebben en die zeker niet staat, zeker tegenover een Adin met een TH Delft. Ik heb zelf gesprekken met die jongen gehad. Super intelligent is die jongen. Ik kan het beoordelen wat intelligent is en wat dom is om mij heen en in dit land. En dat verwacht ik. Maar als dat gebeurt, dan kunnen ze onder aanvoering van die bewuste leider vanuit de hangmat afwachten op de overwinning bij de volgende verkiezingen. En daar hoeven ze vrijwel niets voor te doen, kan ik zeggen. Want die zittende machthebbers, meneer Santoki en zijn bende, met van ministers, niet allemaal hoor, maar je hebt vooral die racistische ministers, je kent ze wel, vooral binnen de VHP, ik heb u gezegd, Santoki voert dat ding van het racisme aan, maar hij heeft 1 minister van Volksgezondheid die er gewoon zijn fun in heeft om eigenlijk zijn racistische dingen, namelijk benoemingen tot uiting te brengen. Ja? Misschien moet ik zeggen zijn etnische benoemingen, zo u wil, om het een beetje voor hem te verzachten. Dan kan ik zeggen de zittende machthebbers die plaveien op dit moment de weg voor de NDP. En je moet mij eigenlijk goed begrijpen hoor. Niemand zit te wachten op die paarse regering, want we weten wat ze ons allemaal hebben aangedaan. Mede door hun toedoen, namelijk zitten we erin. Maar vanwege het feit dat Santoki op het moment waarop ik kwam heeft hij laten werken. Ik ben president geworden alleen voor mevrouw, op de eerste plaats voor mevrouw. Denk maar aan die benoeming, die rare benoeming, waarbij statuten zelf van de staatsolie moesten worden gewijzigd, dat zij vrouw in de raad van commissaris kon zitten. Zijn vrienden, zijn familie, dingen die hij allemaal heeft afgekeurd, moet het u niet verbazen dat wat men heeft gezegd, dat de NDP terug zou kunnen komen. Natuurlijk, mensen zitten ook op een alternatief te wachten, want de NDP zoals het nu eruit zit, dat is het niet met die bende die namelijk daar zit. Maar iemand heeft mij gezegd, hoor, mag ik het even afronden, een grote geest hier in dit land heeft mij gezegd, direct na de verkiezingen, Samson, maken jullie die fout niet, want dat meerkoppig monster is verwond, maar niet dood, is nog niet verslagen. Nee. Hij kan terugkomen, want dat meerkoppige monster heeft 65.000 stemmen en 16 zetels. En believe me, heel wat mensen die voor Chan hebben gestemd, zijn nu al richting de NDP, wat ze redeneren, en dat natuurlijk is misschien een kronkredenering, maar ja, niks gaat boven de maag, honger, et cetera. Onder Bouterse kon ik nog eten. Al beseffen ze niet, ze kunnen het ook niet weten, dat op termijn dat de boel vast zou lopen, zoals Bouterse daar de werking met jongens als Abdul en al die verschoppelingen der aarde die daar binnen de NDP namelijk rondlopen. Maar wat Santoki namelijk ons tot nu toe geflikt heeft, zoals hij ons bedonderd heeft, en zoals het wordt uitgevoerd door de minister van, zeker van Volksgezondheid en zeker van OW en V, ik kan geen vinger wijzen op anderen, want ik kan dat niet bewijzen, maar ik kan namelijk zien, iedereen kan het zien wat die minister van Volksgezondheid met zijn benoeming heeft uitgeflikt met op dit moment 680 doden, waar meer dan 600 doden hij namelijk op zijn naam kan schrijven. Misschien moet hij vragen voor een Guinness Book of Record, ja, om een notering daarin te krijgen. En wat die minister van, hoe noemen ze het, van OW allemaal met ons uitflikt, ik kan u zeggen, het is niet om naar huis te schrijven op dit moment. Even een ander punt, meneer Samson, de protestdemonstraties van morgen. Wat verwacht u zelf? Verwacht u een hoge opkomst?
Denkt u dat de politie zal ingrijpen? Denkt u dat het een rustige demonstratie wordt? Hoe kijkt u zelf hier tegenaan? Het is moeilijk zeggen hoor. Ik zal u zeggen, als je het mij vraagt, dan vind ik het eigenlijk op dit moment koffiedik kijken. Je weet het niet, want kijk, aan de ene kant zijn de mensen moe geworden van de politiek. Ze zijn keer op keer voor de gek gehouden. Ze zijn door Boutersen voor de gek gehouden. Ze zijn door Santokki voor de gek gehouden. En we hadden gedacht een Brom Tjidjari. We hadden gedacht niet direct een verandering, maar tenminste een lichte verbetering na alles wat ze hebben overgenomen. Maar ik heb u al vaker gezegd, meneer Santokki had een masker op, niemand kon het zien. Het is een man met een gespleten persoonlijkheid, links en rechts. Het is een man die het niet zo nauw neemt met de waarheid. Dus ik kan u zeggen, er is verschrikkelijk veel irritatie en ergernis in die samenleving. Ook mede zoals namelijk een journaliste van een digitale krant het heeft geschreven. En we weten het, er is traangas besteld. Mensen konden namelijk inschrijven daarvoor. En die persoon die zegt, bittere tranen zullen alleen maar overvloedig stromen in Suriname. Met of zonder traangas. En u moet het begrijpen, het is begrijpelijk dat veel mensen op dit moment, zoals ik u heb gezegd, vreselijk geïrriteerd zijn. De mensen hebben niet te eten en in plaats daarvan krijgen ze alleen maar prijsverhogingen in hun maag. Ze kunnen het niet meer betalen, bussen worden niet betaald. Er is geen medicijn, operaties vinden niet plaats, specialisten trekken weg, een minister nogmaals van volksgezondheid. En ik heb het steeds, want hij is eigenlijk die bittere ellende die uitvoert voor Santokki. Hij komt het meest naar voren, direct gevolgd door die van OW. En ook een tweede baan brengt voor de mensen op dit moment zelfs geen verlichting. Volgens mij moeten ze zelf een vierde baan hebben. En de mensen hebben geen ademruimte. Je moet maar niet bedenken, afgelopen week bijvoorbeeld, ben ik zo geschrokken dat mijn hydrofoor het had begeven, namelijk daar op die werkplaats. Hoe zou je het betalen? Je moet niet denken dat iemand zijn wasmachine kapot gaat, zijn ijskast. En ik kan je zeggen, op dit moment is het moeilijk om de moed erin te houden. Je ziet geen goedlachse Surinamers meer. Ik ben vorige week met een politicus ben ik gaan wandelen in de stad. Mensen lachen niet en het is alleen maar klaaggezang. En die irritatie, moet ik u zeggen, die neemt haast op elk gebied toe. Die burgerrechten zijn meer dan een jaar op dit moment benot. En er is weer een nieuwe wet die eigenlijk die vrijheden van ons aan banden zal leggen voor nog een jaar. En die is onlangs namelijk in werking getreden. We verwachten weer een lockdown. Ze liegen van alle kanten, want ze willen ons lockdownen. Dus vandaar moet u ook weten, ze hebben ons al bedreigd. Kijk, ze gillen dat er een Delta-variant is. En dat ding is overal eigenlijk, heeft het zich verspreid. Dat is niet waar. Ze liegen met die cijfers. Net wat Ludwig van Milieu zegt, in Suriname wordt er geen onderzoek gedaan. In Suriname lopen er overwegend domme mensen en de mensen die nog onderzoek zouden kunnen doen, die hebben geen tijd daarvoor, want die onderzoekers die lijden ook honger. Ze komen ook niet uit. Ze hebben ook een zorg, moet je weten, door het beleid van deze regering, die het erger gemaakt heeft dan die vorige regering. Dus het is voor iedereen eigenlijk een extra marteling. Ja, mensen die naar academisch ziekenhuis gaan, die niet worden geholpen. Grappen die in het academisch ziekenhuis ook plaatsvinden. Ik heb bijvoorbeeld begrepen, terwijl de minister van Volksgezondheid een verhaal is komen vertellen, dat de specialisten een 500.000 euro of dollar zouden krijgen. Het was zo'n beetje al geregeld dat ze konden gaan werken, dat ze konden gaan opereren, dat ze verbandmiddelen konden kopen, medicijnen en weet ik wat allemaal meer. Na 3 weken is het nog niet gebeurd. Pieter Voogd bijvoorbeeld, heb ik gehoord, is ondertussen naar Nederland vertrokken en met zijn EGA, zoals ik heb begrepen. En de man heeft de boodschap achtergelaten, wanneer dat geld gestort is door die joker, ja, dat hij dan terug zal komen. Want kijk, ik stel me ze voor, hè. Die man heeft namelijk gestudeerd hij is chirurg. Dus hij moet opereren. Net als een vliegtuig. Een vliegtuig moet in de lucht zijn en een chirurg moet opereren. En de man kan niet werken. Door die grappen die er namelijk al die tijd, een jaar lang, en daarvoor op volksgezondheid is uitgehaald. En de man is vertrokken, maar wat blijkt? Het blijkt weer dat die minister een liegbek is.
Want dan moet hij nog start, ja. Ondertussen zet hij ook die Achaibar Singh, die niks daarover heeft gezegd, natuurlijk in grote problemen, ja. Want Achaibar Singh kennen de mensen, nemen me kwalijk, maar ik ken Achaibar Singh vrij goed, ja. Het is iemand die eigenlijk zijn werk wil doen zoals het moet. Het is geen asociale figuur, ja. Ik heb hem vlak voor uw programma nog even nog kunnen spreken en ik legde hem een probleem uit. En net als Marinus B. is het een man die direct klaar staat. Hey Samson, we lossen haar probleem op. We lossen haar probleem. Omdat ik kritiek lever, hoor, heeft hij geen problemen. De anderen hebben problemen met mij. En dan zien we namelijk dat dit gebeuren. Mensen gaan dood. Kortweg, meneer. Het ziet er echt niet goed uit. En die irritatie die neemt alleen maar toe. Ik zou bijna moeten zeggen met traangas waarmee ze de mensen bedreigen. Met namelijk mensen in lockdown zetten. En al bij al zijn er maar 5 mensen hoor. 5 mensen zijn besmet. En dan komen ze liegen dat het zich heeft verspreid. Alleen maar als dat ding uit de hand loopt om ons te kunnen lockdownen voor 24 uur lang in ons huis. Ja. Kan het ook zijn dat de smattekast krijgt. Maar het kan ook zijn dat de honger en de ellende, de vrees dat je dood kan gaan omdat je geen basokaart hebt. Je hebt geen geen medicamenten kan je goed vinden als wat met je gebeurt. Je kan niet geopereerd worden of goed in het ziekenhuis behandeld worden. Dat de mensen toch dingen uittrekken, ja, en zeggen van, weet je wat, ik ga toch protesteren, ja. En ik ben bang dat het niet alleen maar bij protesten gaat blijven. Ik vraag me echt af of deze regering werkelijk 2025 gaat halen door zo'n stukje arrogantie, racisme, een nepotisme en alles wat ze het volk op het ogenblik aandoen. Meneer Samson, een vraagje. Denkt u dat de restrictieve beperkingen van COVID-19 en de lockdowns, dat die uitsluitend als middel ingezet worden om de gezondheid te bevorderen of om de mensen te beschermen? Of denkt u dat het ook als een politiek middel wordt ingezet? Het is Larry Cook. Ik heb u vaker gezegd, deze minister van Volksgezondheid moest allang opgeschoten met het worden. En meerdere mensen hebben het ook gezegd. Een meneer van de ware tijd, Armand Snijders, heeft er wekenlang aandacht aan besteed aan volksgezondheid. Zogenaamd mag hij niet meer bemoeien met COVID. Maar hij bemoeit nog steeds met COVID. En die man heeft ook met mij, net als vele anderen gezegd, Santokki had hem al lang moeten opschodemieteren. Dat was ons waarschijnlijk minder doden bespaard gebleven vanwege het wanbeleid dat hij tot nu toe heeft gevoerd. Dat beleid van steeds in het centrum te moeten staan in plaats met beleid bezig te zijn. Had hij allang opgeschoten moeten worden. En ik kan u één ding zeggen. In Marowijne is er geen enkele lockdown. In het achterland is er geen lockdown. Vandaar dat Ludwig van Milieu steeds zegt, die cijfers kloppen niet. Want die cijfers worden niet geregistreerd. Bovendien, als men wil weten, als mensen, werkelijk een bepaald variant hebben, dan wordt eigenlijk worden de dingen namelijk, de zaken namelijk naar Nederland gestuurd voor testen, ze komen terug. En wat ik heb begrepen, ze worden niet eens bijgewerkt. De monsters worden naar Nederland gestuurd. Want nogmaals, de wetenschappers die we hier hebben, goede wetenschappers, maar ik denk ze kunnen het niet meer aan, gelet op die armoede. Marowijne, ik kan u op dit moment één ding vertellen. Weet je wat de mensen doen? De mensen gaan naar Saint-Laurent de Maroni, naar Cayenne. Dat is namelijk een dépendance van Frankrijk. Om goederen namelijk te kopen, omdat het blijkt dat de goederen stukken goedkoper zijn in Suriname. En het is een aan- en uitgaan namelijk van mensen op de rivier. In de avonduren is het gewoon een geloop daar. Niemand, geen politie die een vinger durft uit te steken. Wat er in het binnenland gebeurt, daar heb je ook geen controle op. De mensen besmetten elkaar, komen in de stad en verspreiden het verder. En zelfs, u weet het, zelfs die regering, terwijl er lockdown is, halen ze namelijk rare dingen. Want wanneer ze geld moeten verdienen, dan doen ze het luchtruim gewoon open hoor. Die mensen van de regering, denk maar aan die Haitiaanse toestanden waarbij die vliegtuigen in de avonduren op en neer vlogen om Haitianen te gaan halen. Waarbij toestemming was gegeven door de minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdien. Ja, en door de minister van Volksgezondheid, want die moet ook toestemming geven vanwege het COVID-gevaar.
dat de mensen vlogen en er werd $300,000 per vlucht verdiend. En mij bekruipt het gevoel dat deze jokers gewoon het geld onder elkaar verdelen. Je hoort allerlei verhalen, vertellen de mensen daar buiten, want ze vertrouwen deze mensen niet. Want, dat ze zeggen, Samson, dat geboefte is van Wouters doorgeslagen naar deze gasten. Wanneer mensen namelijk aankomen, dat je verplicht bent namelijk met een taxi van hun rond de 500 gulden te komen. Je moet namelijk, hoe noemen ze het, dingen betalen... om in quarantaine te gaan. Ik dacht een 4000 gulden. Maar sterker nog, ja, wat hebben die mannen namelijk gedaan? Wanneer mensen vertrekken, hebben ze gewoon het bedrag dat in feite in eerste instantie in Suriname, zoals later dollars, hebben ze namelijk euro's van gemaakt. En je moet nu betalen, dacht ik, €75 boven je ticket om te mogen vertrekken naar Nederland. Dat heeft namelijk iemand die binnenkort vertrekt met zijn vrouw en zijn kinderen, heeft mij verteld. Nou, tel je zegeningen. Als je een vrouw hebt en nog 3 kinderen, dan is het 5 × €75 om namelijk in Nederland aanwezig te zijn om in dingen te doen. Dus je ziet het, ja, deze regering, het hele volk heeft er genoeg van. Men ziet ze liever gaan dan komen, behalve hun volgelingen waarover ik het had. Maar die mensen zijn oneerlijke mensen. Die mensen die pikken ook namelijk een graantje mee en lopen blindelings achter. Het is niet mijn president meer, hoor. Ja, echt niet. Brunswijk kan ook niet mijn president zijn, ja. Los van het feit met dubieuze figuren, zoals Rusland, die daar zit en zijn zak zit te spekken. Een keertje ga ik nog uitgebreid komen van alles wat namelijk heeft plaatsgehad en waar mensen zeggen een mijnbouwdeskundige. Rusland is geen mijnbouwdeskundige. Rusland is dokter, hij is gepromoveerd in landbouw en hij moet niet komen liggen dat hij mijnbouwdeskundige is. Hij heeft geen kaas gegeten. In elk geval, hij heeft zijn kennis namelijk gebruikt om bijvoorbeeld Billiton hier weg te jagen en vraagdeskundige erover. Vanwege zijn vraagtekens toestand en al die rommels die hij namelijk op het ogenblik namelijk heeft daar in zijn partij waar men hem niet meer lust. Hij weet het niet eens. Mensen zitten liever gaan dan komen. Maar om terug te komen op uw vraag, ja, een lockdown, de regels, de maatregelen zijn alleen maar voor de stad. En misschien Wanica naast de omgeving, maar niet voor het achterland en zeker niet voor plaatsen als Albina. Ik heb een vraag, meneer Samson. Ik verwachtte eigenlijk dat deze regering na 1 jaar regering... toch zou evalueren en hier en daar wat zou gaan corrigeren. Die indruk heeft Santokki een keer gewekt in een interview, waarin hij zei dat we moeten gaan kijken of alles op alle punten goed gegaan zijn. Toen dacht ik, oh, oké, dus hij gaat evalueren. Nou, ik heb geen enkele evaluatie, onderzoek, rapport gehoord of gezien. En kennelijk gaat hij gewoon door op de weg die ingeslagen is vanaf het begin. Maar hoe kan het dat zo'n president die zoveel beloofd heeft, zoveel ook niet nakomt? Dus ik ben namelijk bang dat dus morgen die demonstratie door de NDP gaat worden gebruikt om aardig wat mensen op de been te brengen. Hoe kijkt u daarnaar? Het is niet uitgesloten. Maar dat wat u namelijk zegt van evalueren, Santokki gaat het niet doen. Het is een hele rare gast die zeker niet die intelligentie heeft van u en van mij en van meneer Botsen en Amsa die daar zitten. In elk geval, Santokki op de eerste plaats weet niet wat politiek is. Ja? Santokki heeft geen ideologie. Hooguit als hij wat weet, dan is het paisa-kapitalisme. Santokki heeft geen maatschappijvisie. Van Fokki, die draait maar een langspeelplaat. Elke keer als er een probleem is, draait hij die langspeelplaat. En iedereen heeft hem eigenlijk door. En je moet je voorstellen, mensen die namelijk van Apeldoorn komen, heeft men veel respect in Suriname voor gehad, ook in Nederland. Want ze hebben een vrij goede ontwikkeling. Maar mij bekruipt het gevoel dat Santokki dingen gewoon uit het hoofd heeft geleerd en verder niet kan denken. Het is een politieman die eigenlijk goed kon draaien omdat het kabinet van Vinnie goed draaide. En u weet het, in een goed team, als het team goed draait, dan is je zwakste schakel kan ook namelijk meegaan. Ja. Maar Santokki
leidt niet de regering. En dat is namelijk het verleden. En hij loopt namelijk met een waan dat goed gaat. Dus hij ziet niet eens in dat mensen eigenlijk kapot gaan in dit land. Dat er fouten worden gemaakt. Dat hij moet ingrijpen. Dat er desnoods een zakenkabinet zou moeten komen, zoals u het noemt. Ik zeg ja, een kabinet waar eigenlijk de beste mensen met een back record in zitting zouden moeten nemen om het tij namelijk te keren. Maar dat ziet hij niet. Het is gewoon een matig, eigenlijk onderbouwde figuur waarmee je moeilijk eigenlijk over politiek zou kunnen praten, over wetenschap zou kunnen praten, in vergelijking met zijn andere collega's, vele collega's die van Apeldoorn komen. En ik wil zeggen, die goed onderricht zijn en een goede discussie kan vormen. Met Santokki kan je het niet volgen, want het is een man, een politieagent, achter rovers rennen, verder dan dat niet, et cetera. En vandaar dat hij denkt dat hij het goed doet. Bovendien beschrijft mij het gevoel dat de regering namelijk wordt geleid door zijn vrouw en door Albert Ramdien. En hij is zo bang, alles bevalt Albert Ramdien. En als Albert Ramdien zegt no, dan heb je natuurlijk problemen. Ik weet niet of hij op het ogenblik weet. Een Albert Ramdien bijvoorbeeld, die heeft zogenaamd een multinational gebracht, een of ander rommel toestand uit Denemarken, dacht ik. Waarvan grote vraagtekens geplaatst konden worden op de investeerders. Meneer Albert Ramdien heeft via Santokki eigenlijk gezegd dat er honderden investeerders zouden komen. Ik zie nog niet één investeerder. En als er een goede bij is, is mij ingefluisterd, dan jaag Albert zo weg. Ik weet niet om wat voor reden. Ja. Albert Ramdien, die zegt wat er moet gebeuren. Kijk maar de benoeming namelijk in Nederland van die ambassadeur. Het komt niet van Santokki. Albert Ramdien heeft bepaald. Ik noem je nog een geval. Is het geval van Pirkan. Pirkan is namelijk een figuur die jarenlang contact heeft onderhouden met Marokko. En op een of andere manier moest er toegezegd zijn dat Farid Pirkan, hij zou zich terugtrekken, want hij is ook niet de jongste meer. Ik dacht, hij is pas 61 geworden. Zijn dochter daar zou overnemen. Albert Ramdien wil het niet. Bovendien is een man die maar reist 0,0 binnenbrengt. En Santokki gelooft die man. Sterker nog, ik heb het idee, Santokki is bang voor die man. Als die man, wat die man hier zegt, is wel. En ik heb het al een paar keren in die programma gezegd. Albert Ramdien gaat zorgen dat Santokki zijn nek namelijk breekt. Want Albert Ramdien heeft geen track record. Vraag me waar Albert Ramdien allemaal gewerkt heeft. Bij een of andere instelling daar in Nederland is in Suriname gekomen, heeft het geschopt tot Pieterbaas van Sinterklaas van OAS, de secretaris-generaal van OAS. Hij heeft gewerkt in een fabriek waar ze kanterstokjes produceren, is daarna weer vertrokken, een akafietje met weet ik wat op Trinidad. Dus je hoeft niks te verwachten, meneer Venlo. Ja? Ja. Zo wordt het, is een chaos, er is geen structuur. Het is een pitchy play. Kijk maar naar de ministers. De een is nog dommer dan de andere. Wie heeft het de laatste dagen voor het zeggen? Ene meneer Bordeaux die nooit op school is geweest. Ja. Ik lees net over 30.000 ambtenaren moeten de laan uitgestuurd worden omdat IMF het wil hebben. Wie gaat daarover? De man waar onze bevolking registratie namelijk in handen van is, maar die niet meer heeft dan een lagere school. Bronto Somoharjo. Ja? Neem maar die jongens daar bij ABOP. De een is nog dommer dan de ander. Dat hele stootje kan je wegvegen. Ik heb u al gezegd, een mevrouw Koolwiek Singh, wat moet je eigenlijk daarmee? Een mevrouw Walden, wat moet je daarmee? Meneer Samson, meneer Samson, dat 30... Maar toch gelooft Santokki dat het zijn dreamteam is. Ja, dan gaat hij echt niet reshuffelen, zoals u heeft gezegd. Meneer Samson, dat 30.000 ambtenaren exit moeten vertrekken, is dat een harde eis van het IMF? Ik denk het wel hoor, dat is meestal een eis. Dat is meestal een eis. Het ambtenarenapparaat is werkelijk te groot, dat moet gebeuren. Maar dan moet je nu die stommiteit van Pronto Somoharjo horen. Op de eerste plaats kloppen die cijfers niet. Ja? Maar ja, je zal cijfers aan Somoharjo gaan geven. Van een man die allemaal gerommeld heeft, ook met grond hier. Ik heb een heel stuk van hem hier, namelijk voor mij liggen in die tijd toen zijn vader nog minister van... of zijn vader parlementsvoorzitter namelijk was. U wil het niet weten, maar die dingen gaan een keertje naar het doorschool. Maar meestal is het wel een eis, want Rempel, er gaat veel te veel geld namelijk naar het ambtenarenapparaat en dat is nodeloos. Wat er moet gebeuren, en dat is nog niet gebeurd, kijk,
een Santokki met zijn langspeelplaat, die heeft het namelijk over een herstelprogramma. Maar nergens kan ik een ontwikkelingsprogramma zien, want na herstel, wat denk je dat er moet gebeuren? Moet er natuurlijk ontwikkeling komen. Wil je ontwikkeling hebben, dan moet je produceren. Wil je verder ontwikkeling, dan moet je produceren, je moet exporteren, je moet dollars namelijk naar binnen brengen. Nergens kan je het halen. Het enige waarmee Santokki zich bezighoudt, is een of andere markt, Nikeri, een brug daar in Nikeri. Uitgerekend daar, in het westelijk deel, diepzeehavens, Tesmaanswegen over de Van Hogeruitstraat en dat soort van rommel meer. Ja. Ja. Dus, ja. Jim Boussaid heeft gezegd dat... Kopen en verkopen. En dat gaat dit land kapot maken. Want als je geen productie hebt, de multinationals die sjouwen al het goud weg, de Chinezen sjouwen al het hout weg, ja... dan ga je met deze man geen ontwikkeling kunnen brengen. Het is een disaster waar we eigenlijk moeten gaan. Dus, rempel, dan laten de mensen nu op straat gaan en laten blijken. En als het enigszins kan, kan hij liever gisteren zijn vertrokken dan vandaag. En hoe dan verder? Hoe dan verder? Het ziet er moeilijk uit. Heel moeilijk kan ik u zeggen. Moeilijke tijden gaan we tegemoet. U weet wel hoe IMF werkt, de maatregelen die getroffen moeten worden. Zonder dat er een akkoord is bereikt al met IMF, zonder dat er met ze getekend is, zijn er hele zware maatregelen al doorgevoerd. Er komen zeker nog 20 maatregelen in de maag gesplit, namelijk van die bevolking. Ik denk bijvoorbeeld aan energie, et cetera. Dus EBS... en andere zaken die nog uitgevoerd moeten worden. Ze praten ook over BTW, dus dat pas OW gaat naar 12%. Een verhoging zeker van rond de 50% als je uitgaat van een BTW van 8% tot naar 20%, tussen de 20% en 50%. Dat werkt door bij de consument. De verhoogde tarieven van EBS zullen doorberekend worden. De verhoogde tarieven van brandstof bij de surfstations, die zullen ook doorberekend worden. Kortweg, vanwege het feit dat er geen enkele econoom, namelijk geen enkele econoom is in het kabinet van Santokki, is zelfs adviseur van Santokki, behalve een paar boekhouders, maar boekhouders zijn geen economen. Dat zijn mensen die economie aan de Kaikoussi Universiteit hebben gedaan. Ze hebben een soort bode gehad. Ze noemen ze zeggen economen, bedrijfseconomen, maar het is gewoon debit, credit, boekhouding en niet meer dan dat. Niks wetenschap erin. Mensen adviseren Santokki, een socioloog, die er zelfs niet in gelooft wat hij namelijk op de televisie vertelt. Met dat soort van mensen werkt meneer Santokki. En dan kan ik u zeggen, het wordt een disaster voor het volk. Het is verschrikkelijk, kan ik u zeggen. Mensen trekken al weg, jonge mensen trekken weg. Mensen met diploma's vinden geen werk, er is geen werk. En dan, die stomiteit van Bronto, hij gaat het bedrijfsleven vragen om die 30.000 mensen op te vangen. Zie maar daar de hersenen gevuld met Tilo, Bakablana en Guli Guli en Dawood. Meneer Samson, een vraagje, want de heer Biersli, de heer Paquito had het daarnet toch gezegd van als iemand 4.000-5.000 SRD verdient, gaat minstens de helft op aan transportkosten. En wat hou je over voor je woning, voor kostenlevensonderhoud, voor verzekeringen, ga zo maar door. Heeft men van regeringswegen niet een opzetje gemaakt van, stel als mensen een bepaald inkomen hebben, zoveel procent gaat naar vervoer, zoveel procent moet men kunnen sparen, zoveel voor de huishouding, kosten, levensonderhoud, verzekering, medische kosten, et cetera. Hebben ze geen dinges gemaakt om te zeggen van, dit is toch een beetje onze richtlijn en hier moeten wij naartoe? Ik heb u al gezegd, het is een regering van leeghoofden, omringd door een aantal zuiplappen, waarvan ik vaak zeg, normaal, als je hebt gedronken, heb je alcohol in je bloed, maar die adviseurs van Santokki hebben bloed in hun alcohol. Kijk, dit soort van zaken zou je eigenlijk moeten besteden aan bureau, om dingen namelijk voor jou door te berekenen, maar planbureau schijnt ook weinig kader op dit moment te hebben. Dus, zeggen, geef het namelijk aan Winston Ramota Singh met zijn vest. Daar heb je al die economen rondlopen. Laten ze die dingen voor je berekenen en aangeven wat de consequenties zijn van al die
verhoogde prijzen, het doorvoeren namelijk van die verhoogde. Maar dat gebeurt er niet. Tantoki heeft zelfs gezegd, hij heeft geen boodschap aan economen. Laten ze met hun economieboeken gaan spelen. Deze 9 juni zou hij met een verrassing komen en alle economen zouden eigenlijk met een mond vol tanden zeggen wat hij zou komen. Tot nu toe wacht ik op die verrassing. Dus je ziet het, het is een man allemaal van gebakken lucht. Ja? Het is een man van stereopenisme. Stereo is ruimte, penis noemen ze lul, dus in de ruimte lullen. Maar meer dan dat, doet hij niet. Ja? En dat is het is geen wetenschapper. Kijk, jullie allemaal die daar zitten, allemaal jongens van de Universiteit van Amsterdam, ja? Ook de oudere opgeleide mensen, ook de mensen die toen, namelijk zijn opgeleid toen dat er nog geen Kaikoussi Universiteit was. Want ook toen het ADEC was, hebben ze nog een paar hele goede gasten namelijk kunnen opleiden. De laatste tijd is het helemaal verkeerd. Tantoki heeft geen boodschap aan dat soort van mensen. Hij, waarschijnlijk door zijn onwetendheid, door zijn onbelezenheid, ja, is hij bang namelijk voor wetenschappers in zijn bijzijn. Vandaar dat hij al die mensen, als al die economen en al die toppers die namelijk om hem heen waren... Toen hij aan de macht is gekomen, heeft hij ze aan een kant gezet, heeft ze gewoon weggejaagd. Kijk nu bijvoorbeeld, een artikel is geschreven door een top, een bedrijfskundige, ene meneer Ramcharan. Man heeft namelijk het boek geschreven van Santoki. En uit zijn artikel kon ik lezen dat hij spijt heeft, dat hij dat boek heeft geschreven. Want eigenlijk, hij heeft gewoon, zegt hij, ik heb leugens geschreven. Het is niet waar. Een andere Santoki dan wat hij mij verteld heeft namelijk te zijn. Man is vreselijk teleurgesteld. Een hele eerlijke... Meneer Samson... Jongen, hij is gepromoveerd. Een dokter daar in Nederland. Heeft zijn eigen bedrijven. Maar Santoki heeft geen boodschap aan dit soort van mensen. Santoki werkt liever met leeghoofden. Mensen met een IQ van een Mirafroiti en van een 60 euro... een herseninhoud van een garnaal. Meneer Samson... Waar Santoki zich volgens mij het best bij thuis voelt. En dan weer bij meneer Venlo. In dat kader moet je zien waarom hij niet wil reshuffelen, want hij voelt zich vreselijk lekker op de eerste plaats tussen die paar racistische ministers daar om hem heen. Ja? Ja. Hij voelt zich vreselijk thuis tussen mensen als Bordeaux, als Bronto, als die jongens daar van de ABOP, die meisjes van de ABOP die nauwelijks een lagere school hebben. Ja? Ja. Bij leugenaars, hoe noemen ze het... leugenaars zoals Rusland en vieserikken die zitten te piepen onder vrouwen hun jurken in kleedkamer wanneer ze als minister namelijk wat voor dingen Miss Java contest hebben hebben gehouden als minister en zitten te piepen op een catwalk onder die arme keizer hun jurken. Dus die mensen voelt Santoki zich gelukkig. Santoki gaat zich niet gelukkig voelen tussen een Owen Venlo. Een gerespecteerde wetenschapper. Tussen een Ludwig van Milieu. Ja? Tussen een Amsand. Tussen een, hoe noemen ze het, een meneer Botsen. Nee, dat is niet zijn publiek. Dat is het publiek van ver van zijn bedshow. Hij voelt zich liever bij Opianus. 20 uren lang zitten met Boutersen over ditjes en datjes praten van dat hij zijn positie niet verliest. Hoe hij misschien Boutersen een amnestie gaat verlenen. Geen amnestie, maar... Gratie. Gratie gaat verlenen en dat soort van zaken. Over dingen die totaal geen inhoud hebben. Dat is de... En daarom zeg ik, het kan mijn president niet zijn. De jure is hij de president. Is hij de president werkelijk van het land. Op papier, wettelijk, et cetera. Maar de facto is hij al lang niet meer de president van dit volk. Meneer Samson, denkt u dat de heer Santoki Machiavelli gelezen heeft? Het doel heilig de middelen? Hij kan niet lezen. Hij begrijpt er niks van. Santoki Machiavelli lezen. Je wil die goede man namelijk een hersenerosie bezorgen. Het is veel zwaar voor hem. Het is niet zijn niveau. Jim Boussaid. De lezer hadden het wel gezien. Wat Santoki doet, Santoki is eigenlijk... men kneedt hem aan zijn ballen. Hij kan geen kant op. Zijn vrouw aan de ene kant, die waarschijnlijk voor hem bepaalt. En Albert Ramdien aan de andere kant. En waarschijnlijk ook... De mensen die hem gefinancierd hebben, die mensen, en het kunnen ook heel duistere figuren misschien zijn, ik weet het niet, en die mensen willen hun geld terug. Dus vandaar dat Santoki niet kan moven, dat is het probleem. Wordt hij gechanteerd dan? Het is niet
onwaarschijnlijk. Ik kan het niet zeggen, ja, maar ik weet verkiezingen, die verkiezingspropaganda van Santoki was crème de la crème. Het was het echt neusje van de zalm. Niemand kon het aantippen. Maar dat geld moet ergens vandaan komen. Ik zie Santoki echt niet in zijn zak gaan om een hele verkiezingspropaganda. Dus dat geld is ergens vandaan gekomen. En die mensen waarschijnlijk, die moeten het geld weer terug zien te krijgen. Kijk, onlangs is er weer een akkafietje plaatsgevonden, namelijk met betrekking tot een markt. We gaan dood van de honger. Gaan we brood met mark uit Nigeria eten? Ja? En dan worden we plotseling geconfronteerd met een of andere nieuwe mark in Nigeria. Mogelijk het eerste project dat in uitvoering zal worden genomen. Want hij heeft hem. Santoki heeft geen projecten. Of al die projecten van Santoki mislukken. Dus het zijn net als die projecten van Bouterse. Als Bouterse alleen maar naar die projecten keek, dan mislukte heel wat van die projecten. En er was ook corruptie nog aan die projecten. En die presidentieel adviseur, meneer Bajalala, heeft het plan toen ingediend deze week bij het kabinet van de president en kreeg ook goedkeuring dat het mag doorgaan. En in zijn aanbiedingsbrief zei die meneer Bajalala dat het project $5 miljoen zal kosten. Maar volgens die raming in hetzelfde projectdossier, tekens eigenlijk die documenten die zijn uitgelegd, gaat die nieuwe markt $4.1 miljoen kosten. En iedereen vraagt zich in Suriname af waar het deel van die $900.000 vandaan is gekomen. Het is niet duidelijk. Nu beweren boze tongen, namelijk dat Bajalala ook de verkiezing heeft namelijk gefinancierd. Een bushouder die heel veel bussen heeft en heel rijk is. Men zegt zelf, hij wordt de tweede dilapsario onder Santoki. Maar frappant moet ik u zeggen in deze kwestie is ook dat terwijl volgens de geldende regels het ministerie van Openbare Werken betrokken zou moeten zijn bij de uitvoering van zulke grote werken, zijn constructiewerken. OW is altijd bij betrokken als het gaat om wegen, bruggen, gebouwen, ter behoeve van de staat. De aanleg van kanalen, daar kan ik je nog meer over vertellen en dergelijke. Dat helemaal niet het geval is. En dan heb je een soort communicatiedienst van een of andere grappenmaker. En die heeft namelijk intussen heeft hij zich gehaast om te melden. En het zal is de natie van Santoki zijn geweest. Dat er niets onoorbaar aan het gebeuren is om de ruis die vooral op sociale media is ontstaan, eigenlijk de kiem in te smoren. En die regering er in voorkomende gevallen, zou je zeggen, goed aan doen meer openheid te betrachten, waardoor geen onnodige eigenlijk argwaan zou ontstaan bij die samenleving. Want die is er op het ogenblik. Iedereen zegt, Bonjan, Woyo met brug. Ze hebben het niet zo nodig. Er is een berekening gemaakt. In Den Haag hebben ze namelijk, voor weet ik geloof ik, 2 miljoen... Een markt daar, een fantastische markt gemaakt. Ja? En deze markt gaat kosten 5 miljoen. En bij herhaling moet ik u zeggen, hebben verschillende exponenten van die huidige regering positief overgelaten over eigenlijk wat men noemt de wet openbaarheid van bestuur, dat die samenleving in feite in staat zou moeten stellen die overheid beter te controleren en te begeleiden. Maar ik kan u zeggen, tot nu toe is geen enkel initiatief daartoe genomen. En ik zou misschien weer willen kijken naar Owen Venlo, want ook Owen Venlo heeft dit helemaal aan het begin te berde gebracht. Ja, wet openbaarheid van bestuur. Ja, zoals men dat eigenlijk kent daar in Nederland. Maar men gaat het niet doen, want men is eigenlijk die corruptieve weg volgens mij nu al ingeslagen en gaat proberen Bouterse te overtreffen in deze. Meneer Samson, even een vraag van een luisteraar. Hè? Klopt het dat de regering een deal met het IMF voor eind augustus probeert door te drukken, probeert te formaliseren, zeker dan wel te ondertekenen? Ja, dat klopt. Dat hebben ze gezegd eind augustus, begin september, maar het is moeilijk. Want IMF heeft al gesteld als eis dat de schuldeisers ook in de boot moeten komen. Die schuldeisers die doen een beetje moeilijk. Aan de andere kant vergeet u niet dat Fitch heeft gezegd, we hebben eigenlijk default status, ja. Dat wil zeggen een failliete status. We zijn niet in staat namelijk om onze schulden, nog onze rente namelijk te betalen. De schuldeisers doen het moeilijk. En volgens mij, als de schuldeisers niet willen meewerken, dan hebben ze een probleem. Bovenal,
bekruipt mij het gevoel dat deze domme koeien namelijk denken dat het geld dat ze van IMF krijgen, het is betalingsbalanssteun. Ja. Ja? En je zou het eigenlijk moeten aanwenden voor productieve mogelijkheden, dat je eigenlijk ook een keertje zelfstandig wordt. En zelfs gaat produceren, exporteren en zelf je deviezen. Maar ik kan u meegeven, als ze dat geld hebben gegeven, gekregen, ze denken, ze lopen met het idee, geld is om schulden af te lossen. Eigenlijk. Maar dat is niet waar. Dat geld is voor betalingsbalans steun. En weet je wat ze ermee gaan doen? En het volk gaat nog dieper de puree, namelijk inkomen. Kan het gebruiken voor importen. Want vergeet die ding niet. Die partij van Santokki is een handelsbedrijf. Het is een handelspartij. Ze hebben geen ideologie. Ideologie voor hun is inkopen en verkopen. Toegevoegde waarde productie is er niet bij. Daar hebben ze een hekel aan. Ja, Jim Boussait heeft gezegd, er lopen te veel handelaartjes rondom Santokki. Meer dan te veel. Heeft het te licht uitgedrukt. Bij honderden. Het lijken wel, Brachon was wassies. Ja. En IMF leest natuurlijk ook wat er op de sociale media komt. En weet ook wat voor zwak regeringsteam meneer Santokki heeft samengesteld. Aan de andere kant ziet IMF ook, kijk, ze krijgen enorm veel geld over de ruggen van de bevolking door allerlei prijzen te verhogen. Ze krijgen enorm veel binnen, namelijk via de servicestations, maar ook via de importen. Want die koers was 7,52 voor de dollar, ze hebben het gebracht naar 21, ga maar na. Bijna drie maal zoveel krijgen ze als Surinaams aan inkomsten binnen. Maar aan de andere kant, IMF ook, het geld wordt niet besteed zoals het besteed zou moeten worden. Bovendien, we zien nergens nog iets van een sociaal vangnet voor de zwaksten in die samenleving. Wat eigenlijk al doordacht zou moeten zijn. Allang. Want dat moet je in die samenleving bediscussiëren met elkaar, toch? Maar ze hebben er geen tijd van. In plaats daarvan offeren ze die arme bevolking liever op en... Ze zijn bezig met allerlei dingen. Ik weet niet waar het geld allemaal naartoe gaat. Maar in elk geval niet naar dat soort van zaken. En nog minder waar je bijvoorbeeld al een aanvang zou moeten maken. Om de mensen die met productie bezig waren. En door COVID en door te veel regenval door het water. Hun bedrijven allemaal kapot zijn gegaan. Om die mensen te helpen om het bedrijf weer boven water te krijgen. Dat ze weer kunnen gaan produceren en exporteren. Ja. En dat de deviezen kunnen komen. In plaats daarvan als ze over export praten. Zitten ze namelijk de exporteurs namelijk de nek om te draaien met allerlei rare constructies waar niemand een touw aan kan vastknopen. Dus je ziet het vooruitzicht is niet goed. Want zonder productie, zonder export, zonder te verdienen, is een land nergens. Daar ben je continu afhankelijk om je handje namelijk open te houden. En dat zal continu namelijk gebeuren bij IMF. Het einde is nog niet in zicht. Het begint misschien... Als IMF over de brug wil komen, want IMF heeft ook een nare ervaring met Boutersen, met die 184 miljoen waar Boutersen heeft bij de IMF weggejaagd heeft. En heeft gezegd, ik kom mijn afspraken met jou niet na, weet je nog? Ja? Dus IMF kijkt een beetje met argusogen naar ons toe en denkt, het is geen Boutersen, het is de staat Suriname, dat op dit moment niet veel meer is en onder Boutersen ook niet veel meer was dan een veel steeds een rovershol, ja dat is het, een rovershol, dat ze hun geld namelijk komen zetten. Aan de andere kant zijn ze ook bezig met allerlei fresh capital-achtige toestanden, met investment bedrijven en weet ik wat allemaal meer, waarvan ik heb begrepen, de lijst gaat naar Guyana. Daar komt het hoofdkantoor en weet ik wat allemaal meer. Dat is ook een van de fouten die namelijk Santokki maakt. Hij denkt dat die president van Guyana het met hem meent. Maar Guyana heeft nooit het goed met ons gehad, dat weet u. Is altijd onze concurrent geweest. Denk maar toen ze ons namelijk naar het internationaal hof toen hebben gestuurd in verband met die scheidingslijn en van een advocaat. Een advocaat hier in Suriname is geen advocaat meer, maar die ons letterlijk verkocht heeft met eigenlijk die scheidingslijn tussen Guyana en Suriname. 25 miljoen heeft gehad en waarvan een rapport is verschenen dat eigenlijk die advocaat strafrechtelijk vervolgd zou moeten worden, omdat hij ons namelijk, hij heeft niet alleen wanprestaties gepleegd, maar er zijn dingen daardoor gevoerd waar deskundigen geen touw aan namelijk kunnen vastknopen. Maar Santokki gaat woensdag naar Guyana, en lachen hem uit, want Santokki is niet de president van Guyana. Het is een gepromoveerde man, is een man die van een topuniversiteit komt,
Zijn vrouw is echt geen Melissa. Ja, want hij geldt voor over die Melissa. Maar meer dan een paar wetten waarschijnlijk uit het hoofd kennen. Dat is die vrouw van Guyana zeker niet. En verder heeft hij Jagdeel. En Jagdeel is een man die strategie gestudeerd heeft in Moskou, weet u. Ja, in Moskou. Zwaar. En wie het goed heeft gedaan, dat zijn jongens van PPP. En die jongens hebben ideologie. Die jongens weten wat. En ze hebben gestudeerd namelijk in politiek. We moeten afronden. We moeten afronden, zo langzamerhand. Ja, ik ben al afgerond. Ik heb gezegd wat ik moet zeggen. En het enige wat ik kan zeggen, we wachten wat morgen met zich meebrengt. Maar mij bekruipt het gevoel dat als morgen het niks wordt, dat we moeten opletten op 30 augustus. Ja? Want er zijn veel wapens in omloop. Allerlei uitspraken worden gedaan. Ik lees ze. Ik zit in mijn imperiale loge. En mijn vriend Kessel zou zeggen met zijn duim naar beneden. En ik kijk hoe voetbal wordt gespeeld met hockeyspel, met hockeysticks op het veld. Dank u wel. We komen ook hierop terug. Het wordt vervolgd. Dank u wel, meneer Samson. En luisteraars, u ook bedankt voor het luisteren. En Owen ook bedankt voor je bijdrage. Jo. En Iwan ook bedankt. Luisteraars, tot de volgende keer.